Ja, hoop ik wel. Ja. Dan, zeker moet er één of twee spelers gewoon bijkomen. Dan praat je met name positie gewoon diep spits. Want in de kern van het team missen wij diep spits. Nog liever één verdedigende, want ieder voor de breedte van de selectie. Ik neem aan dat je dat intern besproken hebt. Dat je intern even aan de bel hebt getrokken van ik wil er nog spelers bij hebben. Ja, we zijn elke dag bezig natuurlijk. Elke dag praten we over samenstellingen met het team, kijken wat kunnen wij doen. Aan de andere kant moet ook realistisch zijn, want onze budget is iets lager dan vorig seizoen. Dus moeten we heel creatief zijn. Als we maken en nemen een beslissing, moeten wij een goede beslissing nemen. Je zegt het budget is bijna op, maar is er nog wel ruimte dan voor die één of twee spelers? Ja, die vraag kan ik gewoon stellen aan onze technische directeur, Graham Rutjes. Ik neem aan dat jij die toch ook wel aan hem gesteld hebt. Ja, volgens mij nog steeds geen ruimte voor de diep spits. En een extra verdediger, dat is nog maar de vraag? Dan is het nog steeds, ja, dat is een goede vraag. Dus we moeten ook creatief zijn. Dus we hebben nog genoeg tijd tot 1 september. Dus wat ik zei, gewoon moeten we een goede keuze maken. En dan praat je over selectie van 18 plus 3 keepers. Dan kan je makkelijk ook aanvullen met een paar jonge talenten uit het belofte team. Maar ik kan me voorstellen, want jij bent trainer, jij moet het straks met deze jongens gaan doen. Ja, dat je toch wel zorgen maakt over die smalle selectie. Want jij wordt er straks op afgerekend. Nou, nu is het goed wij niet te streng zijn of te kritisch zijn over die smalle selectie. Je moet altijd vol vertrouwen hebben. Als je praat over selectie van 18, 19 plus 3 keepers, dan moet je ook als trainer tevreden zijn. Dus jij maakt geen zorgen? Want als ik zo langs het lijntje de supporters hoor, die maken zich toch wel een beetje zorgen over komend seizoen. Nee, als wij krijgen nog 2, 3 spelers bij, dan maak ik me geen zorgen. Dan gaat het goed komen met NAC? Dan gaat het goed komen met NAC.